Welkom in het Poppenspelmuseum. Een kijkje in de poppenkast. Een look behind the scenes of puppetry. Mijn naam is Otto van der Mieden, conservator en directeur van het Poppenspelmuseum in Vorchten. We hebben een tentoonstelling gerealiseerd voor visueel beperkten, blinden, slechtzienden en hun ziende begeleiders. Het motto van de expositie is dat je alles mag aanraken. Aanraken moet. Touching a must. Een tweetalige tentoonstelling met teksten in braille, in combischrift, dat wil dus zeggen zwartschrift, de letters zoals wij zienden dat lezen, gecombineerd met braille. En dat maakt de expositie extra aantrekkelijk. Er zijn ook geluidsfragmenten te horen. Er is ook ingesproken tekst. Er is muziek. En er zijn diverse soorten poppen. Onder andere de oud-Hollandse Jan Klaassen, Kasper uit Duitsland. Maar uiteraard hun stamvader. En dat is Pulcinella. Je krijgt niet alleen figuren uit Europa te zien in deze tentoonstelling. Maar er zijn ook figuren uit Indonesië, uit Java. Pulcinella is geboren uit een ei. En hier zie je de bodem van een eierbakje. En die hebben een bepaalde vorm. En die vorm laten we terugkomen in het zwarte halfmasker. Het verbindingsstuk naar het publiek toe, dat is de klemp geïnspireerd op dat zwarte halfmasker. En hiermee kunnen we bepaalde objecten verbinden. Er is ook een pak van een nar. Het pak van de nar kan je ook ruiken, want in de kraag van de nar hebben we allemaal geuren verwerkt. En we hebben ook nog een prentenboek, een tweetalig prentenboek, wat je kan voelen en wat je ook nog kan ruiken. Van harte welkom in de tentoonstelling. Een kijkje in de poppenkast. A look behind the scenes of puppetry. Aanraken moet. Touching a must. Hartelijk welkom. En applaus.